verder op. Ja. Ja, dat gaat achter de boompjes. Ja, dan moeten we bij die boom staan. Ja, dan zit je er weer bij langs te zien. Ja, nee, kijk, we dat, het, nu het is wel klaar. Ja. Nee, dat hoop ik.
Ja, jij hebt het zwaar met fietsen. Hè? Ik zei, jij hebt het zwaar met fietsen. Nou, het is omdat wij opletten. Maar als ik ook niet oplette, net als die fietsen had, is zo tegen mij opgeknald. Want het was precies in die bocht. Waar we gisteren afsloegen. Een slaapzak en een slaappiemel en weet ik veel wat er allemaal slaapt. Oh ja, lief. Nou, ik denk dit een klein stukje volgens mij. Ja. Want de rest had ik dan aansteken, denk ik, moet ik toch maar meenemen. Ja, ik zag hem liggen, was ik er al voorbij. Maar ik denk dat dit dat nou een zak is. Nou, ik dacht eerst is een autosleutel of zoiets, dacht ja, ik. Ja, ik dacht dat het zakmes was. Oh, maar ja. Toen was ik er ook al voorbij, ging, ik stop er ook niet voor. Nou, ik denk neem mee, toen zag ik dat het vurensteek was, ik denk neem mee, gooi ik hem hier wel weg. Het lag precies in de zon, dus. Ja. Ik zal misschien wat meegaan, maar... Ja, mijn accu is bijna leeg. Je zak leeg? Accu. Oh, ik heb nog maar één streepje gebruikt. Ik heb nog maar één streepje over. Oh. Maar ja, ik zat ook in de 5. Ja, ik ook. En als maar nu... Je hebt GoPro er ook op, hè? Ja, dat is ook zo. Nou, fiets maar. Jij, kalm. Hè? Kalm. Kom maar. Ja. Versta je niet als je wat zegt, de wind in mijn oren. Nou, nee, ik zou er zitten ook Thank you.
kant op? Daar zie je. Hier is Utopia. Ja. Fietsen, helemaal die kant op. Ja, maar dan zo.